Hier komen we dan aan in het oude Vanelle gebouw, wat toen nog in gebruik werd. Er werd nog tabak gemaakt en er werd nog thee geproduceerd en koffie gebrand. Naar de hand is het allemaal opgegaan. Dit is uit het gebouw van de Vanelle fabriek genomen. Dan zie je ook die magere rug daar ook. Dat is ook misschien. Ruik eens. Hier staan we dan voor het tabak. Echt tabak. En is nou geen opium van het volk? Hey. Daar wordt allemaal tabak werd samengesteld wel, van verschillende soorten. Van verschillende landen. En dat werd dan een hors van gemaakt. En dat was het dan tabak. Voor check. Voor pijp. Voor sigaretten. En hier zie je dan het stadhuis van voor de oorlog in Zwart-Wit. Kijk, en hier zie je dan de Vanelle fabriek in volle glorie van voor de oorlog. Toen de pas klaar was. En nu waren we daar, die dag was het een open dag voor de Vanelle fabriek. En niet lang daarna is de Vanelle fabriek opgeheven. Maar het gebouw is blijven bestaan. En hier gaan we dan bij, zie je straks al die glazen ramen. Hier zijn we aan de pompenkamer en de elektriciteitsvoorzieningen en de schakelaars voor de Vanelle fabriek voor allerlei soorten transport. Hier zien we dan de amperage, de meters, hoe dus kan ik allemaal draaien. Kijk, hier zie je de meters dan bij. Nou, alles is zo'n tekening. Maar dit is allemaal een gebouw. Dit is de stookgelegenheid, dit zijn de ketels. Die grotendeels al niet meer in gebruik zal zijn. Nu het ogenblik is het alleen maar. Kijk, en zie je al die transport waar vroeger al het transport over ging. Van tabak, sigaretten en wat nog weten was. En ging naar verschillende afdelingen. En dan werd het getransporteerd. Voor koffie, voor thee, voor tabak, voor check, voor sigaretten. Het meest bekende was de weduwe. De fabriek bestaat nog. Het is een monumentgebouw geworden in Rotterdam. En er zitten toch weer verschillende bedrijven in. Hier loopt Wil. En hier zijn we dan buiten het gebouw van de zonder oude auto's van voor de oorlog. Die toen ook door de Vanelle fabriek gebruikt zijn. Een oude Ford. Een T-Ford zou je zeggen. Kijk, en toen kreeg Douwe Egberts al de Vanelle fabriek in handen. De weduwe, Vanelle, die bestond niet meer. En Douwe Egberts heeft er een eind aan gemaakt. Die hier allemaal Douwe Egberts hier. Aan het begin van de Vanelle fabriek was de reizende hoop. Hier staan we weer voor die oude auto. Hier alles van koffie, alles van Vanelle koffie, moet merken. Je ziet die hele auto van binnen. Een hele oude wagen. Eén schakelaar, één stuurkolom en misschien moet je die motor wel starten met de hand. Heel oud. Nog ver voor de oren.